Waarom ben ik niet scherp? Ah, de camera voelt zich even moe als mij. Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe vlog op Family Loop. We gaan weer verder met project Getting Back on Track. Heel goed bezig geweest deze week. Ik heb ook wel een paar vlogs gezien. Een paar dagen heb ik niet gefilmd, maar ik heb echt keigoed gesport. Keigoed gegeten. Ook wel op restaurant geweest een paar keren. Maar ik heb altijd gezonde keuzes gemaakt. Waarom loop ik nu naar daar? Geen idee. Oh, ik ben zo moe vandaag. Maar ik heb mijn sportkleren al aan. Ik ga denk ik dit uitdoen, want het is heel warm. En ik denk dat ik... zo ga! Maakt me niet uit als mensen raar naar me kijken. Ik ben ontbijt aan het maken. Ik heb al 2 rijstkoeken met kippenwit en koriander gegeten. Nu heb ik eiwit met courgette, redelijk wat kruiden. En ik ga er sriracha op doen. Dat is echt mijn nieuwe favoriet. Ik eet thans echt nooit pikant. En deze pikant saus is zo lekker. Dat is echt zoiets uit Amerika ook, denk ik. Hè? Of niet? Ik weet niet. Het ziet er ook wat Chinees of zo uit. Dus ik weet het niet. Alleszins, dat ga ik erover doen. En oh, kei lekker. Dus dat is het ontbijt. Dan ga ik een beetje mascara opdoen. Want anders denken ze aan de fitness. Amai. En dan ga ik naar de fitness. Ik denk dat ik vandaag gewoon wat cardio ga doen. Rustig aan, want ik heb echt al 5 dagen geworkout. Ik heb afgewisseld tussen kont, abs. Ik heb ook armen gedaan. Eerste keer in mijn leven heb ik deze week armen getraind en schouders. En ik voel het. Oh, pijn. Maar oké, dat is een goed teken. En vandaag ga ik echt rustig aan. En ik denk dat ik ga fietsen. Misschien een beetje wandelen. En voor de rest niet veel extra. Terug van de fitness. Ik heb 45 minuten gefietst. En dan een paar app oefeningen gedaan. Voor de rest niet veel. Maar ik ben al heel de week geweest. Dus ik denk wel dat ik vandaag eens wat rustiger aan mocht doen. En morgen is zondag, dus morgen ga ik niet gaan, denk ik. Ik zal je ook even een body update geven. Niet dat er al heel veel veranderd is. Ik heb nog altijd zo dit wat ik haat. Allee, het valt mee, hè, maar langs opzij. Ok. Och ja, oké. Dus mijn buik, ja, is niet echt veel verschil te zien, denk ik. Als ik opspan. Apps zijn er ook nog niet. Dus we shall see. Mijn poep is wel een beetje gegroeid. Maar ook nog wel wat werk aan de winkel. Armen heb ik niet. Maar oké, dit is natuurlijk een proces van lange tijd. Ik wil ook gewoon healthy lifestyle. Het is niet zomaar om even rapper goed uit te zien. Dus we have time, hè, weet je. En ik ben nu echt eens Ibiza terug goed aan het sporten. Dus dat is nu een klein 2 weken, denk ik. Ja, zoiets. En deze week ben ik elke dag bijna gegaan. Vorige week niet. Dus ja. Nu ga ik lunch maken. En ik denk dat ik dan me ga douchen en even ga relaxen. En tv kijken of zo. Lunch. Ik maak aardappeltjes in de schil. In stukjes gesneden. In de oven. Met courgette. Ook in stukjes in de oven. Ik ga die er denk ik 20 minuten insteken op 230 graden. Ik heb gekruid met aardappeltjes met kurkuma, loogzout, peper
En dat is het, denk ik. En dan de courgette met ook loogzout en peper. En dan met paprikapoeder. En ik wou nog iets zeggen. Ah ja, ik weet het weer. Er is ook olijfolie op. Je ziet hier een beetje olie. Als je de aardappeltjes extra crunchy wilt, dan kun je ze insmeren met kokosnootolie. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Dus die gaan in de oven daar. Yay! Het is klaar en ik ga er weer... Hoe noemt dat eigenlijk? Sriracha. 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 Oh god. Ja, alleszins dit opdoen. Als ik het eruit krijg. En ik doe er ook nog een hele goede kwak hummus bovenop. Oké, ben aan het eten. Het is echt super lekker. En ben in de zetel aan het eten. Echt goed. Eigenlijk zo simpel, gewoon aardappeltjes courgette, goed kruiden, in de oven, hummus erbij en pikant. Ik weet niet wat het is met mij, maar ik eet de laatste dagen zo graag pikant. Terwijl ik daarvoor echt geen pikant kan verdragen. Dit is ook wel echt heel pikant. Dus mijn mond staat een beetje aan brand. Maar ik vind het best een fijn gevoel. Gek, hè? Ondertussen... Oh, Milky. Met zijn staart. Ondertussen ben ik vlogs aan het kijken. Van Monica Geuze. En is er nog iemand die dit doet? Ik zet altijd laptop met vlogs op. Maar ook de tv op. Maar de tv zat ik dan stil. Ik weet niet waarom. Heel raar. Want als ik mijn vlog aanzet... En nu gaan we testen. Of laat het zand koken. Zo, echt heel zin. Het is zo lekker. Ik ben zo lekker. Dan hoort je de tv niet meer. Maar ik wil dat gewoon als achtergrond. Raar. Als nog iemand dit doet, laat mij weten. Dan weet ik tenminste dat ik niet alleen raar ben. Oké. Kijk wie hier is. Jee. Dat is kei mooi beeld zo. Met ons wit huis. Zo, dat ziet er kei mooi uit zo. Ja. Ja, wauw. Gaan we een dutje doen? Ja? Mm-hmm. Yes. Ik ben echt moe. Oh god. Ik ben echt een bommetje. Dat mag. Ja, ik kan echt. Ik ben, heb geslapen tot 10 uur. Maar ja, we waren wel pas om 1:30 in bed. Tot 10 uur. En nog ben ik stik kapot. Oké, kom. We gaan een dutje doen. Mooie handen. Oh. Wat eet je? Een rijstkoek met kip andalous. En kipcurry. Slaatje. Welk. Lekker. Ziet er vies uit. Maar ja, laat het maken. Hè. Thank you. Ik ga slapen. Oké. Okay. Slaap lekker. Dank je. Oké, okay, wij zijn klaar om te gaan uiteten. We hebben nog een dutje gedaan. Waar gaan we eten? Bij Het Goede Leven. Ja, dat is mijn nicht. In Sladerlo. Ja, dus bij Genk in Sladerlo. Dit is mijn outfit. Niks speciaal. Zwart kleedje, pomponschoenen. Wilt je mijn rug eens filmen? Want de rug is wel specialer. Het is heel open. Dus... Dat is mijn outfit. Wilt je ook laten zien? Of niet? Wat gaan we? Ik moet dat zeggen, maar jij weet het weer niet zeker. Hemd is van Pull & Bear. Zonnebril van een marktje in Ibiza. Mm-hmm. Broek, geen flauw idee. Weet jij het? Jack & Jones, denk ik ook. En schoenen,
Scappa. Oh, scappa, ja. Ja, mooi. Ben aan het wachten op Geert. Hij was nog iets vergeten. Daar is hem zal. Thank you. You smell calm. You ready? Yes. Oké, we gaan weer trekken. Om 5 uur afgesproken. En het is 5 na 5. Team Geta for the winner. Tussen 20 na 11. Het was heel gezellig. Oei, ik vul hem nu even niet. Het zal op mijn tippen staan. Hè? Het was gezellig, hè? Ja, heerlijk. Echt leuk. Maar fijn iedereen weer eens terug te zien. Ja, inderdaad. Ja, we proberen dat toch zo om zoveel tijd. Dus dat is wel heel leuk. Ook super lekker gegeten. Daar kan ze toch wel van, hè? Goedelen. Als goedelen. Dat is trouwens de nicht van Geert. Ja. En die heeft haar, oh, haar. Die heeft haar eigen restaurant in Sledderlo, Genk, het Goede Leven. Dus nee. Als jullie lekker willen eten en een heel goed prijsje, zeker eens naartoe gaan. Aanrader. Ja, inderdaad. En nu gaan we onze doos in. Want wij zijn moe en morgen moet jij nog werken op zondag. Het leven van de zelfstandigen. En daarna gaan we morgen naar een babyborrel gaan. Dus maar morgen gaan we niet filmen. Maar we zien jullie wel in de volgende vlog. Dus tot volgende keer iedereen. Tot dan. Bye.